En in deze video ga ik jullie even kort meenemen wat er vanaf april, mei allemaal gebeurd is. Want er zijn weer een hoop veranderingen. Dag lieve mensen, een hele goede morgen. Het is even geleden dat ik weer een nieuwe video gemaakt heb. Een half jaar wel te verstaan. En jeetje, er is wel weer heel veel gebeurd in een half jaar tijd. Maar het was ook heel erg nodig om even een pauze in te lassen. Het was weliswaar onaangekondigd en ongepland. Maar achteraf bleek gewoon dat ik daar heel erg behoefte aan had. Om even de focus op onszelf en op het gezin te hebben. Lekker te genieten van een zomer in het mooie Zweden. Gewoon met het gezin, zonder dingen echt moeten. En dat hebben we dan ook zeker gedaan. En in deze video ga ik jullie even kort meenemen wat er vanaf april, mei allemaal gebeurd is. Want er zijn weer een hoop veranderingen. En ondertussen loop ik bij ons in het bos. En ze hebben dit het Troskogen genoemd, wat ontzettend leuk is. Ze hebben overal trollen staan. Dit pad zag ik gisteren, dus daar gaan we vandaag even in. En ik ga jullie ook gelijk de grootste verandering in onze gezinssituatie laten zien. Joy, kijk eens! Hier! Ze ruikt van alles. Maar we hebben dus een andere hond. Hi lieverd! Joy! Ga je gezellig mee lopen? Kom maar, gaan we! Kom! Kom maar! Good girl! Ja, Joy is nu 3 maanden. Ze is nu 4 weekjes bij ons. Dus het is net weer even of we een baby in huis hebben. Maar het is ontzettend gezellig. Kom maar lieverd! Ze vindt alleen alles nog een beetje spannend. Ze is hier nog niet eerder geweest. Dus dat... dan moet ze even de weg in zoeken. Nou, als we eenmaal aan het wandelen zijn, dan komt dat ook wel weer goed. Maar het is wel heel leuk. Ze hebben hier overal trolletjes gemaakt in het bos. Allemaal geschilderde stenen. En hier ook. Dus ja, het is wel weer heel gezellig dat we weer een hond in het gezin hebben. Nu zullen jullie vast denken van, wat is er met Kaya gebeurd? Sommige mensen die hebben het wellicht al meegekregen via Instagram. Maar we hebben het ook totaal onverwachts afscheid moeten nemen van Kaya. Dat is iets waar we niet graag over praten. Kaya was pas 4 jaar oud en we waren er ook nog helemaal niet aan toe om afscheid van haar te nemen. Dus daar hebben we het nog best wel een beetje moeilijk mee. En we hadden wat Joy in ons leven nodig wat dat betreft. Dus we hebben nou Joy er gezellig bij. Hè meisje? Dus ja, dat is wel, denk ik, toch wel de leukste verandering. Ze brengt echt heel veel joy in het gezin en heel veel gezelligheid. En we konden echt wel weer wat joy gebruiken. Dus dat is heel fijn. En in april heb ik natuurlijk laten zien dat we druk bezig waren met kippenhok. En de eieren die zijn daarvan uitgekomen in begin mei. En ik heb een vuurdoop gehad. Oh my. Ik heb 25 eieren gehad in totaal. Ik ben begonnen met 15 eieren. En daarna heb ik nog een lichting van 10 gedaan. Van al die eieren had ik er 11 die uitgekomen zijn. En toen is er 1 kuikentje is daarna nog dood gegaan. En ik heb er nu nog 7 over. Ik heb 3 hanen weg moeten doen, want ik had ook heel veel hanen. En op dit moment heb ik nog 4 hennetjes en 3 hanen over. Dat is wel wat veel aan hanen voor de hoeveelheid hennen die ik heb. Maar het gaat tot nu toe best wel gemoedelijk samen. En zolang het op deze manier gaat, heb ik ook besloten om ze nog even samen te houden. Zodat ze voor de winter elkaars warmte nog een beetje kunnen opzoeken in het hok. Maar het gaat super. Het is zo ontzettend leuk. Het eerste ei was hartstikke leuk. Het ging allemaal gewoon prima. En het ei daarna, dat had hij een bloedvat geraakt. Dus dat was één bloedige bedoeling. Oh, dat was echt verschrikkelijk. En hij kwam er niet uit. Dus ik denk, ja, shit. Ik denk, ja, ik moet ze niet helpen. Want ja, op het moment dat je ze gaat helpen, uiteindelijk help je dan een zwak kuik. En dan heb je dus een zwakkere kip, een kwetsbaardere kip in je koep zitten. Dat wil je eigenlijk ook niet. Maar deze, dat was zo zielig dat ik uiteindelijk toch maar ben begonnen met het kuikentje uit het ei helpen. Maar het was zo bloederig. Nou ja, uiteindelijk heeft deze het wel gered. En een paar kuikentjes gingen daarna ook gewoon prima. Dus dat was oké. En daarna kwam er een met spreaded legs. Ik weet niet hoe dat heet in het Nederlands. Dus die heb ik gelijk moeten tapen met de pootjes aan elkaar. En ik denk, oh Yvonne, je wil kuikentjes, maar je hebt ook gelijk echt een vuurdoop te pakken. Alles wat zo'n beetje mis kon gaan met het bloed en dan met die wijde pootjes dat hij niet kon lopen. Dat was zo zielig. Dus ja, dat was een beetje jammer dat dat niet gelijk allemaal goed ging. Maar ja, volgend jaar gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. En dan hoop ik dat de ervaring wat gunstiger wordt. Kiss! Hi! Het is zo'n blije pup. Kom maar, ga gezellig mee. Kik, kik. Kom maar. Spring in het veld. Nou, die ligt zo meteen de rest van de ochtend totaal los. Kom Joy. Oeh, even gaapje. Kijk eens. Kom maar. Kom schat, we gaan lopen. We lopen weer even een stukje verder. Gaat erin bij liggen. Lig je lekker? Kom schat, gaan we verder. En nou ja, de kuikentjes die zijn toen uitgekomen. En na de tweede lichting... toen ze bij elkaar wilden zetten, kwam ik er dus achter dat dat niet zo'n heel slim idee was. Want de grotere kuikentjes, ondanks dat er dus maar 6 weken tussen zat... Nee, niet eens. Want ik heb ze gelijk erin gedaan. Dus er zat 3 weken tussen. Ja, 3 weken. Ja, accepteerden ze elkaar niet. Dus de grotere kuikentjes die gingen inpikken op de jongste... Wat ontzettend zielig was, want ze hadden gelijk allemaal bloed op die snaveltjes. Dus ik heb de kuikens apart moeten zetten. Dus les voor volgende keer. 2 lichtingen achter elkaar. Geen goed idee. Dus nou, ik heb ze dus in 2 verschillende bakken uiteindelijk neergezet. In de woonkamer. En nou ja, daarna moesten ze natuurlijk buiten nog bij elkaar. Dus dat heeft even geduurd. Uiteindelijk is het gelukt. En nu weet ik dat ik voor de volgende keer ze het beste bij elkaar kan zetten. In de nacht, als ze op stok zitten. En dan zou het in principe goed moeten gaan. Maar ja, zoals ik al zei, ik heb mijn vuurdoop gehad. En ze zitten nu allemaal goed bij elkaar in het hok. En we hebben zowaar al elke dag 2 of 3 verse eitjes van de kippen. Dus dat is helemaal leuk. Buiten dat ik dus ontzettend druk was met de kuikentjes, waren we ondertussen ook druk bezig met kinderen en met wat projecten in en om het huis. Maar elke keer van die spontane momenten. Dus dat we in één keer, dat we eigenlijk in de schuur aan het praten raakten over iets. En dat je dan begint met het project en denkt, verdorie, ik heb mijn camera niet bij me. Waardoor ik dus ook niet gepland kon filmen. Het liep allemaal zo spontaan. Elke keer dacht ik van, oh, ik moet echt een video maken. Want ik wil wat online hebben. Ik heb niks voor YouTube. En dan was ik eenmaal bezig en denk ik, ja, weet je, ik heb nou verf aan mijn handen. Of ik heb nou dit. Ja, nou ja, de volgende keer film ik het wel. Maar die volgende keer, die kwam dus niet. Joy, kan je er niet overheen, schat? Zal ik jou er even overheen helpen? Good girl, ga er maar overheen. Kom maar, lopen. Goed zo. Kom maar. Nou, wij lopen even naar de auto. Ik moet zo Joy weer even aanlijnen voordat we bij de weg zijn. En dan haal ik jullie thuis, haal ik jullie weer tevoorschijn. En dan ga ik jullie eventjes laten zien wat er bij ons op het terrein allemaal veranderd is. En ja, wat er afgelopen zomer allemaal gebeurd is. Hallo, hallo. We zijn inmiddels weer thuis en ik ga jullie eerst even de veranderingen in huis laten zien. Want ook in huis is inmiddels het nodige veranderd. En ik ga beginnen met de keuken. Ja, dit is hoe onze keuken er nu uitziet. Het behang, dat heb ik toen laten zien dat we dat erop hebben gedaan. En we hebben recent de muur in de keuken ook groen gemaakt. Er komen daarachter nog tegeltjes op. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik wil. En we hebben toevallig van de week deze panelen erop gezet. Moet hier nog even een hoekstrip op komen. Maar dat ziet er gelijk heel anders uit. En ik vind ook persoonlijk dat de oude houten vloer nu wat mooier uitkomt. En uiteindelijk is de bedoeling dat de panelen zoals je hier ziet, dat we dat daar ook nog op de muur gaan maken. En dat dat daar ook komt. Maar ja, een stuk sfeervoller zo. En dit is vanuit de keuken het uitzicht in de tuin. Dus een prima keuken zo. En ja, natuurlijk ook de Zweedse kleedjes overal. Ja, tell me you have kids without telling you have kids. Lily die is aan behang begonnen en Joy dacht, ik doe gezellig mee. Dus dat moeten we eventjes gaan repareren. Maar goed, dat komt ook wel. En hier hebben wij ook panelen erop gezet. Dus dat begint nou ook steeds meer vorm te krijgen. We hebben de woonkamer behangen. We hebben gordijnen. We hebben planten. En ik heb hier in de dozen naast de kalkoen heb ik zaden te drogen staan. Ja, en zo lieverlee komt het huis steeds verder af. En is het steeds meer ja, zoals we voor ogen hadden toen we het huis kochten. Ja, en we zijn ook heel druk geweest met allemaal van die kleine klusjes waar je uiteindelijk niet heel veel ja, van ziet en opmerkt. De gang... beneden en boven, die moeten we nog doen. Ik heb er wel een begin aan gemaakt. Ik heb deze muur, heb ik de verf eraf gewassen. En Nick die heeft hier een ombouw omgemaakt. Ik heb hier de platen van het plafond afgetrokken. Er zaten een soort van kartonnen platen overheen. En daaronder zaten twee lagen met ouderwets behang. En ik heb die planken die daaronder uitkwamen, die heb ik eerst even schoongemaakt. En daarna gegrond en in de verf gezet. Dus dit ziet er allemaal gewoon nu netjes uit. Ik moet nog even een lamp hebben. We gaan het nog behangen. En uiteindelijk komen er dan natuurlijk ook mooie lijsten aan de randen. Maar goed, weet je. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Ja, en dan komen we buiten. In het voorjaar ben ik druk geweest met het aanleggen van de bloembedden. Nou ja, het is nu inmiddels herfst. En het heeft hier al een paar nachten gevroren. Nou ja, dat kan je wel zien aan de planten, want die staan er een beetje treurig bij. Maar aan de hoeveelheid planten die erin staan en de dode bloemen... kun je wel zien dat het deze zomer een wilde aan bloemen is geweest. Dus het idee wat ik had om hier een ja, wilderige bloementuin van te maken, dat is gelukt. En het was ook echt heel leuk om te zien. Ja, en dit is dan het huis hoe het er op dit moment uitziet. Nou, dan gaan we nu eerst even naar de kippen toe. Die heb ik nog niet uit het hok gelaten, ook omdat ik wist dat ik ging filmen. Ik denk dat is wel leuk om even te laten zien. Ik heb een wasrek. Het is ook heel fijn dat ik nou gewoon lekker de was daar buiten kan hangen. Ik had een draaimolen, maar met een storm is de trampoline omhoog gewaaid. En die nam de wassenmolen mee, de draaimolen. Dus die waren allebei kapot. De trampoline die is inmiddels wel vervangen, dus we hebben weer een nieuwe daar. En die staat dit keer met pinnen in de grond vast. Dus dat is wel beter. Goedemorgen! Zitten jullie al te wachten om naar buiten te gaan? Ja! Nou, kom maar snel dan. Ik zal hem even zo. Zetten we even de steen ervoor. Hupsakee. Kom maar. Hallo. Goedemorgen. Ja, we hebben hele blije kipjes. Ook die haan, die is echt prachtig. Oh, gaan we nu stoer doen. Onze macho kip. Ja, jij ook. Jij bent ook prachtig. En zo scharrelen ze de hele dag een beetje rond. Ze lopen gezellig mee door de tuin. Nou ja, zoals je ziet zijn er nu 6. Dus ik denk dat er 1 op het nest zit. Dan spieken we eventjes door het luikje, want dan ga ik ook de legbak niet open trekken. Ja, kijk, daar achterin zit ze. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Lekker aan het broeden op een eitje. En dan hebben we de moestuin. Jeetje, wat een drama heb ik gehad dit jaar met de moestuin. Nou ja, ik kan wel zien dat de frost... ik kom niet op het Nederlandse woord. Nou ja, dat het gevroren heeft. De tomatenplanten die hangen er inmiddels heel slap bij. En dan denk ik dat de courgettes ook een beetje triest bij staan. Ja. Ja, ik heb heel veel oogst gehad in de vorm van aardappels en sperziebonen en kruiden. Nou ja, mijn salie gaat echt als een malle. Je hebt ook mooie bloemen. Daar heb ik heel veel van kunnen drogen, dus dat is heel leuk. Heel veel rucola. Nou ja, de andijvie is nu aan het groeien. Die heeft het tot nu toe nog gered. Dus we gaan zien hoe lang die nog staat. Ja, en de tomaten, die hebben best wel wat tomaten gegeven. Er zit hier ook nog een en ander aan wat groen is. Dus dat ga ik er nu snel afhalen en naar binnen halen. Zodat dat binnen nog even kan afrijpen. Maar echt, ik heb zo'n drama gehad met de slakken dit jaar. Ik heb dit bed met wortels 4 keer ingezaaid. Nou ja, je ziet hoe klein de plantjes zijn. Het is, het is niet veel. Ik heb hier nog pastinaak staan. Dat is lekker aan het groeien. Spinazie en bieten. En hier heb ik snijboontjes erin staan. Ik heb hier een hele rij met aardbeien staan. Die heb ik ook dit jaar erin gezet. Ook nieuw is de blauwe bes daar. Ja, en dit is inmiddels al helemaal leeg. Dat heb ik al helemaal schoongemaakt. Ik heb heel veel peultjes gehad en heel veel erwten hier aan deze 2 bakken. Hier is de komkommer. Had ik hier staan. Nou ja, die is inmiddels ook afgestorven door de kou. Daaronder heb ik nog gebieten staan. De appelboom is echt als een malle aan het groeien. Dus ik moet even gaan uitzoeken hoe ik die moet gaan snoeien. Zodat ik die ook netjes kan verzorgen. En dat we volgend jaar hopelijk een mooie lading met appels krijgen. Nou ja, hier heb ik wat sperziebonen nog in staan. Die moet ik eruit halen. Die zijn allemaal een beetje op zijn eind. En ook hier. Ja, we hebben echt heel veel sperziebonen gehad. Dat was wel heel erg leuk. Maar goed, ja, ik heb dus echt heel veel last gehad van slakken. En nou ja, ik heb het overal een beetje gezien op Instagram en YouTube. Dat iedereen daar heel erg last van had. Ja, elke keer waren mijn zeilingen gewoon verdwenen. Ik had al niet veel zeilingen, omdat wij in april naar Nederland geweest zijn. En ik was er stom om, nadat ik alles in de tuin had gezet, niet weer opnieuw te zaaien. Zodat ik reserveplanten had. Waardoor ik dus rechtstreeks in ben gaan zaaien in de bakken. Ja, en de slakken die hebben dat gevonden. Dus het was echt een strijd tegen de slakken. Ik heb nou ook een mengsel gevonden van een Zweedse vrouw. Waar slakken op af zouden komen. Dat je ze kan vangen met een blokje gist, water, een beetje zeep en een beetje bloem. Meer heb je niet nodig, dus dat ga ik komend jaar proberen. En dan hoop ik dat ik volgend jaar een succesvolle moestuin heb. Maar ja, met deze problemen die ik gehad heb, mag ik nog steeds niet klagen hoe de tuin erbij staat. En ik was natuurlijk bezig om hierachter bedden te maken. En ik heb hier het nodige staan. Ik heb hier heel veel aardappels uit kunnen halen. En ook hier had ik kolen staan. Maar ja, die hebben het dus niet overleefd. Dat is wel jammer. Hier had ik allemaal pompoenen in staan. Nou ja, die pompoenen die, zijn allemaal doodgevroren. Dus die, ja, dat was helaas. Maar dat heeft het dus ook niet gered dit jaar. Hier heb ik nog allemaal wortels in staan. En dat is wel heel erg leuk. Want die zijn dus gigantisch aan het worden. Dat kun je hier heel mooi zien. Dus die doen het hier wel echt heel goed. En wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus hier mijn principe van permacultuur moestuin een beetje laten varen. Ik heb het gras uitgestoken. En de aarde hieronder is vrij goed. Er hebben hier altijd koeien en schapen gelopen. Dus ja, mijn hoop was dat de aarde genoeg voeding zou bevatten. En ja, ik moet zeggen, de planten die ik hier neer heb gezet, die doen het gewoon echt heel goed. Dus ik ga er een klein laagje compost weer op gooien dit jaar. En dan hoop ik dat het voor volgend jaar gewoon weer goed gaat. Maar alles wat ik hier heb neergezet, dat heeft het echt heel erg goed gedaan. Ik heb hier asperges staan. Nou, het is het eerste jaar, dus dit jaar zal ik er niet, heb ik er niks van gehad. Volgend jaar verwacht ik daar ook nog niet heel veel van. En het jaar daarop verwacht ik dat we wellicht asperges gaan krijgen. We hebben gisteren die bak er even omgezet. Om in ieder geval te zorgen dat het wat afgeschermd wordt. Ik wil er nog wat extra aarde in gaan doen. Een heel klein randje moet ik hier nog even uitsteken aan de zijkant. Maar dan kan ik hier ook gewoon veilig ommaaien zonder dat ik straks de asperges meeneem. En in dit bed heb ik dan nog wat boerenkool staan. En deze die heb ik al leeggemaakt. Daar had ik alle bonen. Alle klimbonen en pronkbonen. Ik zie dat die er nu ook heel zielig bij hangen. Het heeft vannacht echt wel goed gevroren. Nou, je ziet het, ze zijn een beetje glazig geworden. En slap. Dus dat kan ik inmiddels ook gaan weghalen. Dat is wel jammer. Hier heb ik dan nog wat pronkbonen zitten. Die moeten we er maar even gaan uithalen. Dus ja, al met al, we hebben hem flink uitgebreid dit jaar. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Want alles wat hier op het achterveld heeft gestaan, dat heeft het gewoon echt heel erg goed gedaan. Het enige jammer is dat we het pas in juni, juli gedaan hebben. Dus dat ik hier al met een achterstand begonnen ben. Dus nou ja, volgend jaar gaan we gewoon helemaal knallen. We hebben nu een mooie opzet gemaakt. We gaan hier nog iets uitbreiden. Ik bedoel, hè, we hebben de ruimte, dus waarom niet? En dan gaan we meer zaaien. En uiteindelijk is het de bedoeling dat ik hier op het achterveld, ja, toch elk jaar een beetje de moestuin ga uitbreiden. Zodat we toch steeds minder afhankelijk gaan zijn van de supermarkt. De kippen zijn ondertussen druk bezig om de restanten van de komkommers op te eten. Ja, is lekker. Ze zijn zo gezellig en ze lopen ook gezellig mee door de tuin heen. Soms komen ze ook bij de veranda even kijken. Hij knappert. Hé hey, lieverd, ga je de kipjes eten geven? Krijg je hem niet open? Mami wil even helpen. Zo. Maar je gaat inderdaad wel moeilijk. Ja? Lily doen? Ja. Ja? Mama, iets? Ja, ik zal hem zo dicht doen. Kom maar, maar even kipjes. Ja, je hebt eten voor ze, hè? Zit al op jou te wachten. Kom maar, mama doet het hok even open voor jou. Goed zo, Lily. Doe de rest maar in de bak. Heel goed. Kijk voor je hoofd. Goed zo. Mama, hier. Ja, dankjewel. Zullen we nog kijken of de eitjes zijn? Oké. Liggen er eitjes? Ja. Nee, vandaag geen eitjes. Dan moeten ze die nog leggen. Ja, zijn de kipjes nou lekker aan het eten, hè? Oké, houd zo maar. Goedemorgen, het is weer een nieuwe dag vandaag. Het is aanzienlijk minder weer. Het is bewolkt en een beetje druilerig. Maar goed, we hebben net lekker de kipjes even eten gegeven. En ik ga jullie nu verder meenemen in wat we allemaal gedaan hebben. En daarvoor ben ik even onderweg naar de schuur. Nick heeft namelijk ramen gemaakt in de werkplaats. En dat scheelt echt enorm in hoeveelheid licht binnen. En dat is vooral voor Nick heel erg fijn. Als hij in de schuur aan het werken is, dat hij gewoon nog steeds de connectie heeft met buiten. Maar ook dat er gewoon veel meer licht binnenkomt. Dat we, als we de schuur inlopen, niet altijd meteen het licht aan hoeven te doen. Maar dat je ook gewoon zonder licht kan vinden wat je zoekt overdag. Dus dat is wel heel fijn. Ja, en verder hebben wij de schuur geschilderd. Zoals je kan zien. Hij was zwart zoals daarboven. Dat moeten we nog doen. Waarschijnlijk gaan we dat volgend jaar ergens oppakken. Ja, en nu hebben we in ieder geval deze kant en de zijkant hebben we dan in de rode verf gezet. En de zijkant hebben we mooi wit gemaakt. Dus het aanzicht is al heel anders. Dus dat geeft een beetje een impressie van hoe het uiteindelijk moet gaan worden. Maar ik ben hier al ontzettend blij mee. Want het is echt een wereld van verschil met hoe het er hiervoor uitzag. En dit stuk, daar zaten ook planken op. Maar die heeft Nick met zijn vader ervan afgehaald. Want uiteindelijk is het de bedoeling dat wij hier een carport gaan maken. We weten nog niet of dat we dat dit jaar gaan halen of dat we dat volgend jaar gaan realiseren. Dus zoals je ziet is er genoeg gedaan. En zijn we ook druk bezig met weer nieuwe projecten. Dus voorlopig hebben we nog genoeg om handen. Maar dan loop ik ook even naar de andere kant van het terrein. Want Nick die heeft dus een hele mooie veranda gemaakt. En daar ben ik ontzettend blij mee. En dit is de veranda. Het hek heeft Nick helemaal zelf gemaakt. Hij moet nog even een keertje in de verf, want hij staat nu in de grondverf. Maar het motiefje is echt heel erg leuk. En het voordeel hiervan is dat je dus ook op het terras iets vrijer zit van de auto's die langs de weg komen. Wij kunnen wel naar buiten kijken, maar zij zien ons niet altijd zitten. En dat is gewoon met privacy ook wel heel erg fijn. Zeker als je zo open zit zoals dat wij zitten. En Nick heeft ook een trappetje gemaakt. Dus dan kunnen we gewoon lekker de veranda af, de tuin in. En de kinderen kunnen makkelijk naar de trampoline toe om hier lekker te springen. En zoals je ziet hebben we ook even een hekwerk staan voor Joy. Hi! Ben je hard aan het werk? Ben je alle steentjes eruit aan het halen? Ja, die doen we daarin, hè? Wij zijn hier een plantenbak aan het maken, hè Lily? Ja. En Lily is mij heel goed aan het helpen, want die haalt alle steentjes eruit die erin liggen. Want ze hebben hier ooit een volledige grindbak gestort voor de fundering van de uitbouw. En dat ligt dus overal in de aarde. Dus dat zijn we er nu uit aan het halen, hè Lily? En dan is de bedoeling dat we net helemaal rond hier zo naar de trap toe brengen. En dat we dat vol kunnen zetten met kleurrijke bloemen. Zodat het net als voor gewoon een hele fleurige bedoeling wordt van de zomer. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja, er zit een beetje water in. Dat komt door de regen. Oh, giet het nou niet over jezelf. Oh. Nou heb je natte billen. Hey Lily. Zullen we even laten zien wat we met de steentjes doen? Waar leggen we de stenen neer als we ze eruit hebben gehaald? Kom maar. Die doen we. Daarin! Ja. We wilden hier nog stenen voor bestellen. Daar zijn we nog niet aan toegekomen. En alle stenen die wij dus nu daar eruit halen, die leggen wij langs het huis voor drainering. Geen schommelen! Ga maar laten zien waar jouw schommel hangt. Want papa heeft voor jou een schommel gemaakt hier op de veranda, hè? Ja. Dan kan jij lekker buiten schommelen. Ja, de barbecue die staat nu even onder zijn hoesje voor de winter. Maar die hebben we normaal gesproken aan deze kant staan. En dit stukje, ja, daar zijn we op dit moment mee bezig. Dus we verwachten dat ergens deze week, dat de planken er allemaal op zitten. Ja. Ja, dat zijn ze nu aan het maken, hè? Ja, dat heeft papa gemaakt, hè? En papa heeft de planken ook heel mooi neergelegd hier. En dit is dan ons uitzicht zo. Als we lekker buiten zitten. Kikboe! Een tractor, ja! Ja! En zo kijken we ook uit op de kipjes. Ja, en de kipjes komen dus helemaal hier naartoe gewandeld. En die komen dan hier even kijken, even scharrelen. Die gaan lekker de hele tuin door. En soms staan de koeien hier achter te grazen, dus dat is ook een heel erg leuk gezicht. Ze kunnen echt gaan genieten van de veranda nu. En zo is er in 1,5 jaar tijd heel erg veel gebeurd in ons huis, om ons huis, op het terrein. We zijn er niet alleen heel blij mee, maar ook heel trots op dat we dit hebben kunnen realiseren. Ja, en voor degenen die nog niet zo lang dit kanaal volgen, zal ik ook nog even een korte foto van voor en na plaatsen. Ja, een foto van hoe het huis eruit zag toen we het kochten. En een foto zoals het er nu uitziet. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ik zal voor de volgende keer nog wat meer updates geven, want ja, we hebben nog lang niet alles gehad. Lily is inmiddels gestart op de Furskoola. De kinderen zijn gestart met hun tweede jaar school hier. We wonen hier natuurlijk bijna 2 jaar, dus de tijd vliegt. Dus ja, daar zal ik jullie ook even in bijpraten hoe het hier verder gaat in het dagelijks leven. Voor nu wil ik jullie bedanken. Wil je ook nog even zwaaien? Mama! Ja! Ja! Lily! Zeg maar heido! Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer!